TBN Prime Alert van woensdag 18 maart 2014. Uw aandacht voor de headlines. Oud-NVB-directeur dringt aan op financieel onderzoek bij NVB. Monoret ziet niet in waarom hij functie van deken moet opzeggen. Grote schoonmaak aan de Bolletristraat. Streefdatum TAS voor digitale tv is juni 2015. Derde politieke overleg tussen Suriname en EU. Expositie Infinite Vibrations van 7 kunstenaars. Miskin roept op tot opzetten duurzame ondernemingen. En valutaswap overeenkomst tussen Centrale Bank van Suriname en People's Bank of China. De gewezen directeur van het Nationaal Vervoersbedrijf, de heer Romeo Simons, die heeft een schrijven gericht aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme om enkele zaken welke zich zouden afspelen bij het NVB aan de kaak te stellen. Vandaar dat wij zitten op kantoor bij de heer Simons, zodat hij deze zaken toch wel even kan verduidelijken voor de kijkers thuis. Heer Simons, u hebt niet alleen een schrijven gericht aan de minister, maar het schrijven is ook toegegaan naar de pers, zodat dit toch wel breder aan de kaak wordt gesteld. Wat zijn zo'n beetje de zaken die u voor de minister hebt neergepend? Alvast bedankt voor het komen en de gelegenheid geboden aan mij om mijn verhaal te vertellen. Ja. Wat er gebeurd is, is dat er de busservice op een bepaald moment, een paar maanden terug, te horen hebben gehad dat ze hun contract, die eigenlijk verlengd zou moeten worden, wordt opgezegd. Dat is één. Wat ik vind van de mensen van NVB zelf, de directie, is dat je een contract kan opzeggen aan de hand van een overeenkomst. En die mensen zijn al 3 maanden niet betaald. Wat moest men hebben gedaan, denk ik? Eerst solf die 3 maanden, maak alles goed. Goed en zodat iedereen tevreden kan zijn. Je zegt op, maar ik heb geen schuld bij jou. Wat zie je gebeuren? Mensen worden opgezegd, hun contracten worden beëindigd, maar het is een grote schuld. Dat geeft aan dat ik dus eigenlijk op mijn eigen houtje ben gaan zoeken. En in feite gaan bemoeien hoor, met wat er gebeurd is bij NVB. En het bleek uit stukken die ik persoonlijk heb gehad, dat de gelden waarom het gaat, reeds zijn overgemaakt naar NVB. En ik ga u eerlijk zeggen, op maandbasis kreeg NVB 2,7 miljoen SRD ten behoeve van bushouders. En als de mannen 3 maanden een achterstand hebben, is het 3 maal 2,7, is 8,1 miljoen. Erger wordt het als de mannen in augustus volgens financiën hoor, 2 miljoen extra hebben gehad om een TWK uit te keren aan de bushouders, zoals overeenkomst is gekomen met OBS, dat bij hebben gehad. Dat brengt me op 10,1 miljoen. En schrik niet, meneer. Ik ga straks met pensioen. Ik ga naar Stichting Pensioenfonds om te horen van als al mijn zaken goed zijn om in aanmerking te komen voor mijn pensioen. Ik schrik me af om te horen van de mensen daar, meneer, in feite heb je geen recht tot praten. Want uw mensen, die hebben ingehouden op mijn salaris, hebben al 3,5 jaar geen premie overgedragen aan Stichting Pensioenfonds. En dan ben ik doorgegaan. Het totaalbedrag is 900.000. Een belasting is ongeveer 2 miljoen. En erger wordt het als ik hoor van de bondsvoorzitter dat de contributies van de leden die het bedrijf inhoudt, ook niet worden overgedragen. Dus we kunnen praten van ongeveer 13 miljoen. Laat men komen zeggen, PA Monitang, misschien hebben ze het gebracht in een tas met een gat. Het is geval, dat weten we het. Toch? Maar houdt niemand voor de gek. Toch? We zijn allemaal belastingbetalers. We hebben recht op informatie.
Wat is het dan nu dat u verwacht van de minister van TCT, Felicie Pinas? Dus wat ik heb gedaan, die meneer is Andy Lauder, vertegenwoordiger van de Andy Lauder. Dus ik heb een brief naar hem gericht, per deurwaarder, om hem te vragen dat hij voor ons, voor de gemeenschap, een financieel onderzoek instelt. Dat is wat ik vraag. Ik heb niet gezegd dat mensen hebben gestolen of gejat. Maar voor ons, bij mij gaat het erom, laten we allemaal weten, laat mij weten, wat er met die verschillen zijn gebeurd. Ja. En u weet het, heer Simons, vaak genoeg gaat men zeggen van, u hebt zelf ook als directeur daar gezeten. Kunt u vertellen hoe het toen in die periode, hoe zaken daartoe gingen? Ik ga u eerlijk zeggen, wat ik wil zeggen, dat in mijn periode tot 2011, wij aan subsidie een bedrag kregen van 900.000. Om mensen eventjes te herinneren aan toen. En met die 900.000 verdienden we aan kaartenverkoop 500.000. Men kende die acties van stap in en win. We hebben alles gedaan om als bedrijf te surviven. Nu krijgt deze goede man 2,7 miljoen per maand. En hij kan niet eens 500.000 schulden opbrengen. Dus de vraag is, wat heeft hij hulp nodig? Laat hij de gemeenschap heeft. Simons niet te vragen. Maar vraag aan de gemeenschap hoe het moet. Misschien weet hij het niet. Ja. Toch? Het is een simpele vraag om te vragen aan de mensen die het weten hoe het moet. Zegt u met zoveel woorden als dat NVB een zinkende schip is? Eigenlijk zinken. Ja, het is al vergaan. Dus ik ga u eerlijk zeggen, hoe komen ze weer aan het verschil? Want als het verschil 10 of 11 miljoen SRD is, praten we over ongeveer 3 miljoen US. En dat haal je niet uit iemand zijn broekzak. Toch? Is veel geld, dus het zal jaren weer duren om het bedrijf weer te doen. Werken op een manier zoals het moet als bedrijf. Ik heb momenten gekend in mijn tijd waarbij we voorzieningen hadden getroffen voor de bushouders. Want ik ga u eerlijk zeggen, als bussen niet rijden, heeft NVB geen inkomen. Dus ik deed alles eraan. Banden, batterijen, leningen aan bushouders. Zelf aanschaf van materiaal. Ging via NVB, maar nu niet meer. Dus als je hoort nu dat mensen hun contracten verliezen en daarvoor iemand anders komt die eigenlijk een tjoekoe zou hebben betaald. En schrik niet, er worden bedragen van duizenden dollars genoemd. Okay. Zegt u dat er veel politiek wordt gevoerd bij het NVB? Ja, ik ga u eerlijk zeggen, ik heb dat idee ook. Omdat als het gaat om de bushoudersect, een deel heeft gehad, een deel niet. De vraag is, waarom hebben anderen gehad en anderen niet? Zij moeten het zelf zeggen. Ja. Want als het blijkt dat mensen die jarenlang toch met inschrijving een werk hebben gehad bij NVB, en dat was toen, vandaag aan de dag hun contracten worden opgezegd en anderen niet. Dus er zijn dingen die spelen en daarom vraag ik aan de minister nogmaals voor de gemeenschap, doe iets. Ja. We hebben laatst gemerkt, heer Simons, dat de bushouders toch wel in een situatie verkeerden van onzekerheid. Omdat ze van de ene op de andere dag medegedeeld zijn geworden dat hun contracten, welke ze jarenlang hadden met de NVB, wordt stopgezet. Is dat wel, moet dat wel zo in werking gaan? U hebt ook als directeur daar gezeten. Gebeurde dat ook in uw periode? Nee, ik ga u eerlijk zeggen. Als behoorlijke mensen die goed zijn opgevoed, doen het anders, toch? Ik heb het gezegd aan het begin. Ik kan een contract niet opzeggen met u en ik moet u betalen. Wat ik ga doen, ik ga u eerst alles geven wat ik moet geven. En in overleg gaan we kijken hoe we het kunnen oplossen. Maar erger wordt het als contracten van lijn 1 wordt opgezegd en aan anderen worden gegeven. Dus de vraag is, mensen die hun krachten jaren hebben gegeven,
soms onder moeilijkere omstandigheden geduld hebben betracht. Toch het bedrijf hebben opgebouwd. Ik ga u eerlijk zeggen, het bedrijf staat niet in een huurpand. Ik ben komen aantreffen een huur van een pand waarvoor we $5,000 per maand moesten betalen. Er staat nu een gebouw. Alles is ingericht. NVB heeft geen schuld. Toch? En dan vraag je je af, is dat de manier om de mensen die ook hebben geholpen, om dat tot stand te brengen, zo te behandelen? Nee, ik denk het niet. Ja. Gelet op de korte periode waarin we nu zitten, kort voor de verkiezingen, denkt u dat de issues die u hebt aangehaald de nodige aandacht zullen krijgen, heer Simons? Ik denk van wel, omdat ik dus eigenlijk ook heb gezegd en gedaan. Ik heb brieven gestuurd naar onze assemblee en onze vaste commissie van TCT om eventueel na te gaan. Straks zijn er begrotingsbehandeling. Niemand hoeft boos te zijn op een ander. Maar ze kunnen de minister vragen, Pamunitang, laat hij komen uitleggen toch? Hij weet het beter dan ik, want als financiën zegt, meneer Simons, die gelden over 2014 zijn reeds overgemaakt en comptabel is het juist. En het blijkt dat je in 2014 drie maanden niet hebt betaald. Meneer wil zeggen dat Amonico een pressie. Laten we precies weten uiteindelijk waar het geld naartoe is gegaan. Nee, helemaal duidelijk. Heer Simons, dank u wel voor dit moment, voor deze uiteenzetting. Dank u wel. Wat ik wil zeggen aan het eind van, het is geen gedrag of een tentoonstelling die eigenlijk vijanden uit elkaar brengt, mensen uit elkaar brengt. Het gaat erom dat we allemaal verplichtingen hebben in ons leven. En het kan niet zo zijn. Ik heb bushouders nu buiten staan die zeggen van meneer Simons, ik heb de bank al drie maanden niet betaald. Die bussen worden in beslag genomen. Daar hoor je van financiën. Maar meneer Simons, comptabel zijn die gelden iets overgemaakt naar NVB ten behoeve van de bushouders. Maar het geld wordt niet gegeven aan de bushouders. Het geld is er niet. En daarom vraag ik nogmaals, en ik doe een dringend beroep op de minister, om na te gaan waar het geld is gebleven. Okay. Stemmen gaan op dat Harish Manohar, parlementariër, gezien op het feit dat hij nu op eenzelfde lijst staat met Ronnie Brunswijk, zijn functie als deken van de Orde van Advocaten moet opzeggen. We vroegen aan meester Manohar wat hij hiervan vindt en we vroegen hem ook over alle andere politiek actuele zaken. Dit is wat meester Manohar te zeggen had. Dat meester Harish Manohar binnen de ABOP is gestapt is geen nieuws, maar dat hij nu staat op een lijst met meneer Ronnie Brunswijk en dat er stemmen zouden opgaan als zou hij zijn functie als deken van Orde van Advocaten moeten opzeggen. Hoe zit dat allemaal, meester Manohar? Nou, ik ben blij dat er in elk geval een discussie ontstaat in de samenleving, omdat je een aantal dingen ziet. Aan de ene kant zie je dat ik vanuit mijn carrière vanaf toen als jeugdambassadeur, vervolgens groot studentenleider op de universiteit, ik werd op een gegeven moment de jongste advocaat in de geschiedenis. Ik werd DNA-lid en toen werd ik deken van de orde en toen werd ik herkozen bij acclamatie voor een tweede termijn als deken van de orde. Geeft een bepaalde een carrière aan. Maar tegelijkertijd geeft het een bepaald trend aan. Een trend waarin we zien dat ik vanuit het politiek gedeelte, eerst als advocaat in het politiek gedeelte stap. En dan als parlementariër wordt gekozen als deken. De eerste verkiezing heb ik gewonnen met een ruime meerderheid ten opzichte van drie andere kandidaten. Die waren destijds meester Schuurman, meester Pettersen en meester Benarsi Mahabir. Toen al dus had de samenleving, in elk geval de orde bestaande uit toen 160 advocaten, nu 190, geen moeite ermee dat de heer Manohar en parlementariër was en advocaat was en bij de megacombinatie zat waarin Boutersen de president was en
deken van de orde zou worden. En dat heeft ook gegolden bij een herverkiezing in december 2014. Ik geef dit mee, omdat wij thans de verkiezingen ingaan, inderdaad, waarbij de heer Brunswijk de leider is van de ABOP. Ik heb op de lijst gestaan bij de heer Boutersen. De heer Boutersen wordt verantwoordelijk en geacht voor de decembermoorden, omdat hij de leiding toen in het land had. De heer Boutersen is veroordeeld en heeft een internationaal vonnis van 25 jaar op zijn schouders plakken. Zijn zoon is vorige week veroordeeld voor een 16-jarige straf die, hij moet uitzitten. Dat hebben we aan deze zijde gehad. Toen ik op de lijst was, was ik als advocaat op de lijst. Dat was voor mij best ingewikkeld, omdat meerdere advocaten waren doodgeschoten in de coup-tijd. Maar ik heb dat gedaan. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat we moeten kijken naar de samenleving en we moeten kijken naar belangen in de samenleving. En niet naar persoonlijke belangen of dat mensen het niet goed vinden of oneerbaar vinden. De vraag is, wat is oneerbaar? Ik ben degene die geen quorum heeft gegeven voor die amnestievergadering. Daardoor had de samenleving 2 maanden de tijd. Het was in Pasen. Toen ik vervolgens hier heb gevochten voor het amnestievraagstuk en noem maar op, waar was iedereen? Waar was die hele samenleving die zoveel kritiek had op moordenaars en dit en dat? Niet één stille loop is er geweest. De mensen zijn niet eens hier in het parlement gekomen. Twee kinderen, een oom, een broer en een kind van mensen die zijn omgekomen in de coupperiode, zijn hier gekomen. En waar waren andere mensen? Bang? Maar ik was niet bang. Ik was onbevreesd en onbevangen toen. En daarom ben ik onbevreesd en onbevangen nu. Terecht. De heer Brunswijk heeft een internationaal vonnis. En hij moet, als hij buiten Suriname gaat, zal hij door Interpol worden aangehouden. Volgens mij was het nou 10 jaar. Of noem maar op. Maar ik kijk naar meerwaarde. Het is de ABOP geweest dat toen de Partij Aloer uit de regering werd gegooid. Is het Brunswijk geweest die heeft gezegd, ik ga niet naar huis. Want als ik naar huis ga, gaat de regering vallen. Als de regering valt, gaat de economie vallen. En daarom heeft hij Nieuw Suriname toen gevraagd om te steunen. En toen hebben wij, indachtig dezelfde ideologie, hebben we de regering niet laten vallen. Niet omdat we van Boutersen houden of verliefd zijn op president Boutersen. Omdat we hebben gekeken naar het groter belang. Toen de sociale wetten moesten worden aangenomen, was Jannie Simons uitlandig. Er was geen quorum. Wederom, u weet, ik gaf een quorum sanctie toen. Wederom is het Brunswijk geweest die heeft gevraagd, breng alsjeblieft quorum, laten we die wetten aannemen. En heeft met iedereen gelobbyd. Vanuit coalitie tot naar oppositie en heeft de sociale wetten gekregen in het land. Ik denk dat ik kijk naar die zaken die voor het algemeen belang voor Suriname goed zijn. En daarin heeft de ABOP deze 2 specifieke goede dingen gehaald. En voor wat betreft de veroordeling, ik heb het niet gedaan. Ik kan daar ook geen verantwoordelijkheid voor dragen. Ik was toen niet erbij, ik ben nu ook niet erbij. Ik ben op de lijst met de persoon erbij. Ik geloof dat mensen veranderen. Ik geloof dat omstandigheden veranderen. Maar dat betekent niet dat één kwade een andere kwaad goed maakt. Het is fout wat is gebeurd. Toch? Het is fout bij Boutersen. Het is ook fout hier. Maar we moeten kijken waarmee gaan we door. En op dit moment zeg ik, wij moeten doorgaan in dit ding. Wanneer er specifiek wordt gekeken naar mij als deken, dan ben ik wel verbaasd. Want wanneer we kijken naar de carrière die is gemaakt, dan zouden mensen juist een aantal zaken moeten ondersteunen in plaats van met vuil smuiten. Zoals sommige mensen zich zo laatdunkend uitlaten. En dan denk ik, we zijn allemaal kinderen in dit land. We werken allemaal hard. In elk geval, ik werk hard voor dit land. Wanneer andere mensen hun zakken vullen, ik heb geen grond gevraagd. Ik heb geen beleidsadviseur of iets. Ik heb niets gevraagd. Ik ben hier geheel vrijwillig en daardoor ben ik onafhankelijk en objectief. Maar ik merk dat sommige mensen jaloers zijn in die dubbele functie van deken en parlementariër. Misschien wordt het me niet gegund. Ik heb daar ook geen moeite mee. Maar ik zeg wel, een deken is geen rechter. Een rechter spreekt recht. Een deken niet. Een deken vertegenwoordigt een specifieke orde. Dat zijn 190 advocaten. En daarbij zijn de justiciabelen als samenleving rechtstreeks bij betrokken. De kans zit er dik in. Na 25 mei 2015, dat ABOP, mits veel zetels binnenhalen en de NDP, dat ze gaan samenwerken. Heeft u daar moeite mee, gelet op het feit dat u toch in deze regering onder de vlag van Nieuw Suriname stiefmoederlijk behandeld bent geworden? Nee,
Ik ben ook niet ervan overtuigd dat het een ABOP-NDP-regering wordt. Okay. Als ABOP 5 zetels haalt, en ik weet dat ze tenminste dat halen. Ik denk zelfs dat ze 7 halen, misschien 8. En ik tel niet, ik tel gewoon simpel. 2 Marowijnen, 1 Brokopondo, 1 Sipaliwini. Geef ons 1 in Kommerwijnen, geef ons 1 in Paramaribo. En dan heb ik nog niet eens gekeken naar een Kommerwijnen en Nikeri. Maar je weet maar nooit waar we kunnen scoren. Dat betekent dat waar de partij aangeeft, waar AC aangeeft te gaan, als Palu is erbij, dus Corona is er ook al een zetel. Als de alternatieve combinatie zegt dat we gaan om front te steunen, dan gaan we front steunen. Als wij gaan om NDP te steunen, gaan we NDP steunen. Maar u mag één ding wel weten. Als je 7 parlementariërs hebt, heb je eigen presidentskandidaat. En ik ga daarvoor. Ik ga ervoor dat we die 7 hebben en dat we een presidentskandidaat hebben. Want men moet niet met vuil smuiten tegen mij. We zitten in een combinatie met KTPI, PDO en met de PALU. Zowel de PALU als de KTPI zijn partijen die decennia hebben overleefd. Decennia van critici ook hebben overleefd. En nog steeds bewegen in het politiek spectrum. En waarom zijn ze dan bij AC? Om puur gewin? Nee. Er wordt gekeken naar belangen van de samenleving. En op basis daarvan wordt het uitgebouwd. Ik denk dat we dingen niet door elkaar moeten halen. En ik ga ervoor. Ik ga ervoor dat AC haar eigen presidentskandidaat heeft. Ik weet niet als ik terugkom in het parlement of als ik direct terugkom. Maar ik ga wel voor een presidentskandidaat. Toen was ik ook enthousiast toen Boutersen president was. Hij was mijn kandidaat. Ik heb op hem gestemd. Een hoop mensen hebben ook gezegd, maar ik heb hier in het parlement gestemd dat hij president moest worden. En toen hij president was geworden, was ik blij. Het was zichtbaar. Ik heb hem omhelst met heel mijn hart. En met heel mijn hart, boy, en dat was moeilijk, ben ik 5 jaar gebleven. Omdat ik die verantwoordelijkheid zeg, moet je niet, je moet geen inbreuk daaraan doen door halverwege eruit te gaan. Want die samenleving heeft op jou gestemd, omdat je daar bent. En nu zeg ik die samenleving, ik vraag die samenleving om te stemmen op ons. Omdat we nu vanuit de alternatieve combinatie weer de regering willen steunen. En dan is Brunswijk onze presidentskandidaat. Men mag nog zoveel commentaar hebben. Ga ze maar in een weegschaal zetten. Zet Boutersen in een weegschaal. Zet Santokki in een weegschaal. Zet Somo Harjo in een weegschaal. En zet Brunswijk in een weegschaal. En al willen critici zich omdraaien. Hun braaksel slikken en weer omdraaien. Dit zijn de 4 potentiële presidentskandidaten. Ik kan het herhalen. Boutersen, Santokki, Somo Harjo en Brunswijk. De vorige keer heb ik Boutersen ondersteund, deze keer ondersteun ik Brunswijk. Dat is hoe het is en dat is hoe het zal zijn tot 25 mei. Wat we nu ook zien gebeuren, heer Manorret, is dat nu we zien dat die splitsing meer dan ooit duidelijk is binnen Nieuw-Suriname, merken we ook de uitlatingen die gedaan worden. Manorret ook Bossen in ABOP. Het betekent uw politieke dood, wordt het gezegd. Wat zegt u hierop? Ik ben niet bang voor een politieke dood. Als je bang zou moeten zijn, oh god jongen, ik heb mijn ontslag ingediend als jeugdambassadeur toen. Dat was ook een politieke dood, dat was in 2005. Toen ik advocaat werd, dan hoor je advocaat en politiek gaan niet samen. Maar als ik niet in het parlement was, was die advocatenwet met tuchtcollege en die beroepsopleiding nooit hier doorgevoerd. Als ik niet in het parlement was, was ik niet overtuigd van wetboek van strafrecht. Want ik hield hier quorum sanctie. Mijn dierenwet is niet gekomen. Maar ik moet kijken naar wat krijg ik wel en wat krijg ik niet. En ik denk dat je politieke dood is een scherp woord. En ik weet, de ABOP is een traditionele Maronpartij geweest. Die vanuit een Maronpartij binnen korte tijd is uitgegroeid tot een landelijke partij. En die van traditioneel Brokopondo Marowijnen, Sipaliwini is uitgegroeid naar 10 districten. Het doet mee in alle districten. Het vult alle 900 functies in. Op DRR en DNA. En het, het heeft een spreiding van etnische diversiteit. Zowel Nikeri, Saramaka als Marowijnen doen met heel hun hart mee. En voor wat betreft Nieuw-Suriname, daarover is het laatste woord niet gezegd. U weet dat we met Brunswijk de afspraak hebben gemaakt. Dat om in de verkiezingen kunnen mee te doen, je die vlag onder de vlag gaan van ABOP. En dat hij ook zelf wil dat die Nieuw-Suriname teruggehaald moet worden. Dus de secretaris van Nieuw-Suriname is nog niet klaar. En niet met het OKB, want daar is er een deurwaardesexploot gegaan. En het OKB heeft niet gereageerd erop.
Er moet dus naar een nieuwe brief gaan, naar het OKB, het Centraal Hoofdstembureau. Meneer Nassib daar het verbod weer opleggen. Meneer Dharamungra doet alsof ze van de prins ging kwaad. Maar was de registratie toch heeft plaats gehad gisteren? Toch heeft de registratie plaats gehad. Dus de vraag is, ga ik mijn energie nou gebruiken om dat te bestrijden? Of ga ik de verkiezingen in om te kijken van jongens, we moeten winnen? Want die megafront is gedoemd de verkiezingen niet dat te halen. Dat zou ik u net vragen. Hoe zit u Nieuw-Suriname binnen megafront? Nieuw-Suriname binnen megafront? Het is een farse. Nieuw Suriname is Harish Monorat en Prem Deolachman. En alles wat erop en eraan is geplakt, is Harish Monorat en Prem Deolachman. Bijna soms toch, zeggen collega Lachman en ik, laat ze daar gaan. Dan ga je zien hoeveel stemmen ze zullen krijgen. Dan. Maar daar gaat het niet om. Wanneer je een partij met je hart en ziel hebt opgebouwd, we hadden 5 jaar geleden een nieuwe partij kunnen opzetten, tot januari 2014, toen het laatste vonnis kwam, had ik een nieuwe kunnen indienen, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb gewacht. En gewacht op Nieuw-Suriname en dan zie je dit soort figuren die al het werk van 14 jaar kapot maken. En dat vind ik jammer. Het doet me pijn. Mijn hart bloedt. Blauw bloed. De mensen van Nieuw-Suriname hebben blauw bloed. En dat bloed vloeit. En daarom zal die megafront die op een onjuiste basis is gefundeerd om mensen de das om te draaien, zoals Lachman en mij, zal nooit succes kunnen bereiken in de samenleving. Maar moeten we u nog aanspreken als Nieuw-Suriname parlementariër? Ja, tuurlijk. Je zet de termijn uit als NS-parlementariër. En na 25 mei? Als ik een termijn haal, als de samenleving op me stemt, omdat mensen zeggen we houden van hem of we vinden hem goed, dan moet ik genoeg stemmen hebben om hier terug te komen. Als ik dat niet heb, dan kom ik niet terug. En daar heb ik ook geen moeite mee. Maar je moet in je leven keuzes maken, achter je keuzes kunnen staan en die keuzes kunnen uitbouwen. En ik kan dat. Dus ik lig niet wakker van mensen die lelijke dingen. Als je iets lelijks wil zeggen, zijn er zoveel om te zeggen. God, ik bedoel, waarom wil je bijvoorbeeld Santoki op een troon zetten die met zo'n hardje werkt en met alle andere mensen erop en eraan. De fraudeschandalen liggen er daar vol van. Geldt ook voor de NDP. Dus ik lig er totaal niet wakker van. Dat is mijn impoliticus. Voor wat betreft het wetenschappelijk gedeelte vind ik het jammer dat mensen met vuil smeten zonder te kijken naar de wetenschappelijke bijdrage die mensen als ik, jonge mensen als ik en ik zelf, hebben geleverd voor die samenleving. En God, to God the glory, we zullen zien wat het brengt. Maar heeft u ABAP te danken aan V7? Nee, ik begreep die vraag niet zo goed. Was uw eerste keus toch wel V7? Nee, wij hebben eerst gesproken met V7 en niet V7, met de VHP. En bij de VHP... Was uw eerste keuze dan de VHP? Nee, de VHP had ons als eerst benaderd. En daarna kwam ABAP, want eerst had je de VHP die was komen praten. En toen PL uit die regering ging, is ABAP komen praten. Van jongens, kom met ons in zee. Maar toen hadden we al daar gesprekken gevoerd. En u mag weten, de VHP heeft ons niet alleen voor de gek gehouden. Ze heeft ons ook een dolk in de rug gestoken. En het heeft niets te maken met posities op de lijst. Het is een mooie vraag die u stelt. Omdat we in de samenleving horen van Monorat en Lachman waren niet eens met die posities die ze hebben gehad. En daarom zijn ze weggegaan naar de ABAP. Daarom die vraag ook. Hè? Dat was het niet. Het was. Ik heb vanaf het begin gezegd. Er is een bod van VHP front gekomen. Ten opzichte van een zeer royaal bod van de ABAP. En dat was vanaf het begin. Dat als je al een slecht bod hebt. En je hebt een royaal bod hier. Dan vanaf het begin is de keus eigenlijk aan de andere kant. Maar de VHP heeft ons wel voor de gek gehouden. En de vraag is, moet je nog daarover praten? Maar ze hebben, wanneer ze zeggen dat ze een bepaald electoraat vertegenwoordigen, vertegenwoordigen ze die doelgroep niet. En dat is wat die samenleving, die groep die gaat stemmen op de VHP, moet onthouden. Wanneer ze zeggen dat ze die doelgroep vertegenwoordigen, is het niet waar. Duidelijk, heer Manoret, dank u wel. Yes, goeiedag. De situatie hier aan de Bolletriestraat hebben we vaker in beeld gebracht bij u voor wat TBN Prime Alert aangaat. We hebben u de overwoekerde percelen gewezen, maar ook de trenzen die helemaal vol met gras en vol met kupsen, borden en alle andere vuil lag. Maar we zien dat het uiteindelijk, en ik wil het woord uiteindelijk weer wederom benadrukken, een grote schoonmaakbeurt krijgt van openbaar groen, neem ik aan in deze. En we staan er met mevrouw Sherida Monko. Mevrouw Monko, in welke hoedanigheid staat u hier? Zo,
Ik heb twee petten op vandaag. Ik sta hier als waarnemend hoofd van straatonderhouddienst Openbaar Groen. Maar ik sta ook gelijk hier als ondervoorzitter van het resortraad Biekeuze. U zegt net, het wordt uiteindelijk schoongemaakt, maar ik moet u aangeven dat het eerder al is schoongemaakt. Maar we hebben hier te kampen met een probleem. Als u ziet, als u vanuit de Kankantriestraat uitkomt en u komt de Bolletriestraat in, heb je aan de rechterkant de kant van een, waar het ministerie van LVV gevestigd is, zie je dat die lozing helemaal propvol zit met het zijn bakken, het zijn krantenpapier, het zijn grote tijlen, het zijn dozen. Maar we hebben hier te kampen met een psychisch gestoorde man die elke dag weer bezig is alles te dumpen hier in deze lozing aan de rechterkant. We hebben vaker gekeken naar mogelijkheden, maar je begrijpt, wanneer je bepaalde dingen doet, moet je de desbetreffende instanties ook erbij betrekken. En als het aan Openbaar Groen ligt, dan halen we het op, maar je hebt niks eraan om het op te halen en na 2-3 dagen moet je weer komen. Dus we waren vanmorgen weer hier, wederom met de buurtmanager meneer Inge en de gewezen bestuursopzichter denk ik, meneer Grando. En we hebben besloten dat we dan PCS gaan inschakelen en 2-3 andere instanties die ik denk dat ze vanuit hun positie gelijk kunnen die man kunnen oppakken. Toch? Dus we hebben afspraken lopen met de buurtbewoners die hier dichtbij wonen dat zodra die man weer bezig is, dat we gebeld worden en dan gaan we dan naar hier komen om hem op te halen en kijken wat we kunnen doen. Want ja, het is triest. De situatie is moeilijk. Je ziet dat het water blijft liggen. En dit is eigenlijk geen grote schoonmaak. Die grote schoonmaak denk ik dat over 3 weken gaat, 2-3 weken gaat het volgen. Waarbij de trenzen hier, de Bolletriestraat en zijwegen opgehaald zullen worden. We zijn momenteel bezig in de industrieweg en zijwegen. Daarna denk ik begin volgende week, denk ik. Als alles goed afloopt, denk ik, gaan we naar de Hernuttenstraat en Zeewiegen, dat is Awaradam. Daarna volgt dit gedeelte of het gedeelte van Bruinzeel. Maar we zijn druk bezig in het resort, we blijven niet zitten. Alles kan niet in één dag gebeuren, maar we maken heel veel moeite in het resort. Ik heb ook OW gevraagd vanuit RR, heb ik de OW gevraagd om de Bolletriestraat te bekokeren. Ze zijn aan het bestuderen, hoe of wat, maar we zijn bezig. Het blijft niet zo, het heeft mijn aandacht, vooral hoe ik ook in het resort hier woon. Maar het heeft echt mijn aandacht. Die meneer die psychisch gestoord is, moet ik zeggen, we hebben hem vaker in kaart gebracht. Maar de politie kan niet alleen handelen, toch? Dezezelfde man is ook bezig op de hoek van haven, waar een nieuwe haven is. Heb je daar een belangrijke inspectieput van OW die van dijk en omgeving ontwatert. En dezezelfde PCS-patiënt is bezig ook een heleboel troep daar te gooien aan weerszijde van de weg van Togeruitstraat. Toch? We hebben zo'n 4 weken, 5 weken geleden heeft ontwatering van OW daar schoongemaakt, die putten. En ik werd zelf ook gebeld. Dat als we een pick-up kunnen inzetten of een grijper. Het zijn matrassen die we uit die inspectieput gehaald hebben. Het zijn oude ijskasten. Je kan je niet voorstellen. Het is een heel grote inspectieput. Maar je kan je echt niet voorstellen wat we allemaal eruit hebben gehaald. Maar deze psychisch gestoorde man werkt dan heel hard. Als ik moet zien dat men al in het eerste gedeelte 1 truck vuil heeft weggehaald. Sowieso. Ik mag u zeggen, ik weet niet van waar hij met die troep komt, maar hij is elke dag met zakken bezig, elke middag. En het wordt nu te veel. Krijgt u het gevoel dat het hier gaat om vuil van winkels? Ik krijg het gevoel als, hey, ik denk hoor, het is mijn idee, ik denk dat hij dat vuil neemt. Van de buurtbewoners, denk ik. Of men heeft zijn vuil voorin geplaatst en hij neemt het en hij komt het hier weer om dumpen. En ik mag u zeggen, hij zit rustig, hij haalt alles uit die zak. Niet dat hij die hele zak dumpt. Hij haalt alles rustig uit die zak. Hij kijkt wat hij kan nemen, bijvoorbeeld. En de rest wordt gewoon gedumpt in die lozing. Ik denk hoor dat de mensen volgens mij hier, zo zelf van LVV, volgens mij geen raad weten met hem. Dat is dat stukje dan van het vuil. Maar hoe zit het met de afwatering zelf?
Oké, de afwatering moet ik zeggen laat te wensen over. Vandaar dat ik zeg, we zijn druk bezig met het resort. We zijn al gestart in de Struweg en Zijwegen. Maar we kunnen niet alles tegelijk doen. Het is maar één machine die hier bezig is. En er zijn ook andere resorten die we moeten aandoen. Maar voor nu is Beekhuis aan de beurt. Er zijn ook een paar andere resorten die nu ook bezig zijn. Maar aan de andere kant kan ik ook zeggen, als ik naar de begroeiing kijk, dan mag ik ook aangeven of een beroep hier op de mensen doen die hun leegstaande percelen hebben. Laten ze hun percelen onderhouden. Dan heeft de stad minder kosten, kan de stad minder kosten hebben om dit te doen, toch? Want ik bedoel een begroeiing, het is jouw erf, het is voor je erf. Je weet dat je voor je erf tot de straatzijde moet schoonhouden, toch? Dus dat laat ook te wensen over. Toch? Kijk zoveel troep we halen. We zijn hier zo met 2x8 ton trucks. Er komen sowieso zo meteen nog 4 dumping pick-ups erbij. Ja. Toch? Dus we zijn druk bezig. Maar kijk, de samenleving moet ook een beetje gaan inspelen op dit. Toch? Je hebt je voordeur. Je moet weten dat je het moet schoonhouden. Je moet ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Toch? Het is jouw voordeur. Wacht niet erop dat een openbaar groen het komt schoonmaken. We hebben heel veel te doen. Je moet weten, we zijn als openbaar groen zijn we één instantie die zich bezighoudt met dit. Maar we hebben 12 resorten in heel Paramaribo die we moeten aandoen. Ja. We zien een veelgehoorde klacht de afgelopen periode, mevrouw Monkou, is dat als men thans alleen maar bezig zijn in de paars gekleurde woonwijken, dan bedoel ik daarmee de NDP woonwijken, zo wordt het gezegd. Is dat terecht wat men zegt? Het is onterecht. Het is helemaal onterecht. Ik denk dat je in elke woonwijk een andere politieke kleur... Iedereen heeft een andere politieke kleur. Als ik zo kijk, als u aan de rechterkant kijkt, zie je een VAP-vlag daar, toch? Is dat een NDP? Is dat een NDP'er? Nee, toch? Het is toch een VAP'er? Dat heeft niks te maken met NDP of VAP of NPS. Wat we doen, is dat deze minister die nu aanzit... Hij is voorgeschoven door de NDP, maar we zeggen deze regering die onder leiding is van onze president Desi Bouterse, werkt. En we wijzen het volk dat we werken. Maar als je ook goed kijkt, zijn het de dichtbevolkte buurten zoals een Flora, Rangu. Zij hebben meer te kampen met een ontwateringsproblemen. Toch? Omdat er het is een heel grote achterstand die we hebben. Dus het gaat niet om politieke kleur? Het gaat niet om politieke kleur. Ik bedoel van, als ik zo meteen ga graven voor die VAP'er hun deur. Dan moet ik eigenlijk niet daar graven, want we zijn bezig met paars. Toch? Dus dat heeft niks te maken met het werk dat we doen. We kennen onze taak, we kennen onze verantwoordelijkheid. En daarmee zijn we bezig. Als de voorafgaande regeringen niks hebben gedaan, want ik mag zeggen dat ze niks hebben gedaan voor dit resort. Dit is dus allemaal achterstallig onderhoud? Dit is allemaal achterstallig onderhoud. We waren laatst in Flora, vorige week in Flora. Als u ziet wat we aan, ondanks die grote schoonmaakactie, die kringkondre-actie, wat we daar hebben weggehaald. Mag ik u zeggen, wat we zijn 3 dagen lang in Flora geweest. En wat we daar hebben gehaald was niet mooi. We hebben gewerkt, iedereen met man en macht. Meneer Lekton, zelf de ODTD, heeft eraan gewerkt. Toch? Dat we Flora een beetje hebben opgeschoond. Dus dat heeft niks te maken met een paarse kleur. Maar als men het in die richting wil zien, dan is men vrij in hun keuze om dat te zeggen. Maar ik zeg, als NDP'er ben ik aan het werk, maar ik ken mijn job en ik ga daarvoor. Ik weet dat de echtergestelde buurten voorkeur hebben bij mij. Toch? Omdat ik weet dat zij hebben te kampen met de echt enorme grote problemen. Toch? Ik zeg, we kunnen aanzitten als NDP'er, maar je moet je job kennen. Je mag je politieke kleur hebben. We zijn in een politieke tijd. Maar wanneer je op het werk bent, dan is je politieke kleur naast jou. Toch? Iedereen heeft hulp nodig en dat bieden we aan de samenleving. En iedereen weet dat vanaf het aantreden of het begin van deze regering, dat ze werken. En we gaan door met het werk. Helemaal duidelijk, mevrouw Monkou. Dank u wel en heel veel succes met het werk. Dank je. De telecommunicatieautoriteit Suriname, de TAS, geeft in een persbericht te kennen dat de streefdatum van Suriname voor de invoering van digitale TV is vastgesteld op juni 2015.
Dus dit jaar nog moeten alle TV-stations overstappen op digitale zenders. De TAS wil u als consument erop attenderen dat om bij het aanschaffen van een TV-toestel erop te letten dat dit voldoet aan de ATCS, oftewel Amerikaanse standaard. Als u als consument er zeker van wil zijn dat u een aankoop doet die geschikt is voor digitale televisie, dan adviseren wij u als consument om bij de aankoop te vragen dat het TV-toestel op de kanalen 12.1 en 12.2 wordt afgestemd. Informeert u ook naar de mogelijkheden van aansluiting van een set-top box om digitaal kijken op uw oudere televisietoestel mogelijk te kunnen maken, aldus de TAS in een persbericht. Tussen de Surinaamse regering en de EU heeft vandaag de derde politieke overleg plaatsgevonden. Na afloop heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lakin, in een persconferentie uitgelegd waarover er allemaal gesproken is. De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn onder andere de conflictsituatie tussen de Verenigde Staten en Venezuela. Verder ook nog de ontwikkelingen op EU-grondgebied, mensenrechten-issues, grensoverschrijdende criminaliteit, amnestie en de verkiezingen van 25 mei 2015 in Suriname. We voeren u naar het moment waarop minister Winston Lakin ingaat op deze zaken. Het derde overleg geweest tussen Suriname en de Europese Unie op grond van de conventie die er is tussen Suriname als lid van ACP en de Europese Unie, waarbij er een artikel 8 is opgenomen in het verdrag, welke inherent heeft dat periodiek we bijeenkomen voor het uitwisselen van informaties over een aantal vraagstukken die verbonden zijn aan artikel 8 en welke als opdracht nationaal politiek dialoog tussen Suriname en de Europese Unie. En de issues op de agenda die zijn bekend. U krijgt straks ook een joint press release welke de goedkeuring wegdraagt van de Europese Unie en van Suriname met betrekking tot de inhoud en de sfeer. Maar kortom, de agenda die zag er als volgt uit. Wat we ook altijd doen is dat Suriname informeert over waar staan we met betrekking tot alle regionale integratieprocessen die te maken met CARICOM, met CARIFORUM, met CELAC, met UNASUR, met MERCOSUR, met ALBA, met PetroCaribe. Dan informeren we de Europese Unie over waar we staan, wat we aan het doen zijn en wie welke verantwoordelijkheid heeft daarin. En natuurlijk maken we gebruik van dit soort gelegenheden wanneer het gaat om actuele zaken. In dit geval was ik vorige week op een meeting van de ministers van Buitenlandse Zaken van UNASUR, waarbij we gesproken hebben over de gevoelens die er bestaan in UNASUR, over de executive order van de president Obama met betrekking tot de situatie in Venezuela, waar er ook een gemeenschappelijke verklaring is komen uit te rollen, waarbij UNASUR haar bezorgdheid uit en aan de ene kant verwerpen de unilaterale actie die een dreiging zou moeten vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, de situatie in Venezuela, dus de regio heeft daar bezorgdheid voor uit. En we hebben daarnaast ook opgeroepen voor dialoog met de Verenigde Staten, omdat niemand erop uit is om een conflict situatie te hebben met de Verenigde Staten. Het is een belangrijke trainingspartner voor al onze landen, maar we willen wel dat zaken in een juiste perspectief blijven en als zodanig landen allemaal onafhankelijk zijn voor het zelf kiezen voor hun ontwikkelingsrichting. Dat hebben we toegelicht tijdens het UNASUR-vraagstuk, omdat dat actueel is. Daarnaast informeert de Europese Unie ons ook over de situatie op hun continent. Bijvoorbeeld de financiële ontwikkelingen, de kwestie tussen Rusland en Oekraïne, de ontwikkelingen die er plaatsvinden daar met Griekenland, het vraagstuk eenheid binnen de Europese Unie, maar natuurlijk ook de financiële gevolgen van wat er zich afspeelt op de wereld met betrekking tot het terugvallen van prijzen van
producten waarvan Suriname ook een exporteur is. Hoe we daarmee omgaan, wat voor impact heeft het op jouw economie. Altijd maken we gebruik van dit soort overlegmomenten om ook cross-cutting issues, grensoverschrijdende vraagstukken te bespreken. De negatieve gevolgen van klimaatsverandering, zoals wij onlangs nog aan het leven hebben mogen ervaren. En om te kijken op welke wijze de samenwerkingsinstrumenten die er zijn, financieel, technisch binnen de EU, benut kunnen worden ter ondersteuning van iets wat niet alleen de vraagstuk is voor Suriname, maar ook speelt in CARICOM-verband. Veiligheidsvraagstukken, grensoverschrijdende criminaliteit, migratie zijn altijd vraagstukken die liggen op de agenda. En daar hebben we aan beide kanten geïnformeerd hoe wij ermee omgaan en wat de opvatting is van Suriname met betrekking tot bepaalde vraagstukken en hoe de Europese Unie dat ziet. Altijd een gevoelig onderwerp op de agenda is de kwestie met mensenrechten. Waarbij de vragen gesteld werden hoe ver zijn we met de kwestie van amnestie, wat waren zijn de vervolgstappen. Ook met betrekking tot een aantal internationale verdragen die Suriname getekend heeft en je nationale aantal stappen zou moeten nemen. Wat is daarmee gebeurd wanneer het gaat om trafficking in persons, geweld tegen vrouwen, geweld tegen kinderen, grensoverschrijdende. Ja, daarnaast wilde men geïnformeerd worden over wat de status met betrekking tot onze verkiezingen van 25 mei. Wat wij ook gedaan hebben, Suriname heeft een positieve historie wat betreft het organiseren van geheime, vrije, democratische verkiezingen op een vreedzame wijze. En dat we op grond van wat zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken, OKB, als het Centraal Hoofdstembureau in beeld hebben om deze verkiezingen tot de best georganiseerde te hebben. En dat we ook aangegeven hebben dat we ons ook nog een beetje zorgen maken over het hoog percentage zwevende kiezers. En we hopen dit te minimaliseren, omdat het voor het democratisch gehalte van Suriname belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de verkiezingen. En dat er een verkiezingskalender is waarbij er data's gesteld zijn, wettelijk, waaraan politieke organisaties die mee willen doen aan de verkiezingen moeten voldoen. En dat track is ingezet, maar dat het heel rustig loopt en zorgvuldig bekeken wordt door de verantwoordelijke autoriteiten. Met betrekking tot de next date over de vergaderingen, maar rustig gezegd, daar moeten we maar even over wachten. Er komen verkiezingen hier. De huidige voorzitter van dit overleg, ambassadeur Kopecky, die aanstaande wat heeft in Georgetown. Het is zijn laatste periode als voorzitter van dit orgaan. De ambassadeurs die vandaag hier waren, de vertegenwoordiger van Nederland, de ambassadeur was hier, de vertegenwoordiger van Frankrijk, die ambassadeur was er ook, de nieuwe ambassadeur van Duitsland die als staanplaats heeft, Port of Spain, die was ook hier aanwezig, de ambassadeur van Spanje die als staanplaats heeft, ook Port of Spain, die was ook hier aanwezig, en meneer Kopecky was vergezeld van twee functionarissen, twee stafleden van het bureau in Georgetown. Kortom, we hebben denk ik een goed overleg gehad waarbij we op een volwassen wijze informatie wederzijds verdeeld hebben en afspraken gemaakt hebben over hoe verder, wie verder en wat verder. Een perscommuniqué dat u straks in handen krijgt reflecteert ook naar ons gevoel de sfeer waarin de onderhandelingen hebben plaatsgevonden, de positieve wijze waarop dit gebeurd is en kort de onderwerpen die besproken zijn, die ziet u ook terug daarin en dat mag u dan gebruiken. Dit is wat zich heeft afgespeeld vanmorgen tussen 10 en 1. Het bruist van activiteiten hier in de hal aan de Grote Combeweg, want er is een grote expositie op komst. De opening voor genodigden, dat is morgen, donderdagavond. En na vrijdag is het dan open voor het publiek. We staan er met een van de initiatiefnemers en dat is dan de kunstenaar, de heer Ranjan Aklu. Heer Aklu, Infinite Vibrations, wat moeten we daaronder verstaan? Vrij vertaald, oneindige vibraties. En hoe is dat weerspiegeld in uw werken? Kijk, het is eigenlijk zo dus dat kunstenaars vaak wat zij zien, dat uitschilderen. Dat zij dat neerpennen of gewoon visueel laten zien.
Maar in dit geval was het zo dat wij dachten van, wat doen we met het gevoel? Dus wij gaan, of we hebben geprobeerd, gevoelens van ons, dat uit te beelden. Dus niet per se wat wij zien, de werken zijn niet per se fotorealistisch, hoe je normaal iets ziet, of hoe mensen dat zien, of hoe wij dat zien. Maar in dit geval hebben wij vanuit onze visie, wij zijn met 7 kunstenaars hier, en elk heeft geprobeerd vanuit zijn of haar eigen visie, hun gevoelens, met gevoel, dat gevoel wat je eigenlijk normaal niet ziet, dat uit te schilderen. En wie zijn de overige kunstenaars? Hoe bedoelt u? Wie zijn de overige kunstenaars? Oh. Ja? De overige kunstenaars zijn Rahid Abdul, Gino Gayadin, Suris Dipai. En we hebben ook gedacht natuurlijk aan het gendergedeelte. Dat zijn dan 3 dames, Arti Abilak, Doro Neuken en Roxana Groeneveld. Ja. En hoe komt het dat jullie elkaar hebben gevonden? Suriname is een land waarbij iedereen elkaar kent. En bij de recente kunstbeurzen zijn we elkaar tegengekomen. En vaak is het zo dus dat kunstenaars individualisten zijn. En we konden met elkaar praten en zo ontstond het idee van hey, we zouden best wel samen gezamenlijk iets kunnen doen. Ja. Ja. En wat belooft het dan te worden? Nou, prachtig. Ik neem aan dat na deze programma gezien te hebben mensen wel benieuwd zullen zijn wat wij bedoelen met oneindige vibraties. Dus ik neem aan dus dat mensen zullen komen en het belooft wel natuurlijk. Voor ons is het heel leuk om hiermee bezig geweest te zijn en we willen dat uitstellen en aan mensen kenbaar maken wat voor gevoelens wij allemaal hebben. Ja. En tot wanneer duurt de expositie en wat zijn de openingsdagen? De expositie is vanaf vrijdag tot en met zondag. Vanaf 5:00 PM tot 10:00 PM. Helemaal duidelijk, heer Aklu. Dank u wel. Heel veel succes. Ja, dank u wel allemaal. Bedankt. Ja. We staan er nu met een veelbelovend talent. En dat is dan Roxana Groeneveld, die ook meedoet aan de expositie. Welke vrijdag allemaal hier te zien zal zijn in de hal. Roxana, ja. Welkom. Ja. Welkom. Ja. Ja. Waarom doe jij mee? Het is een toeval dat iedereen die in de expo zit bij elkaar is gekomen. En we zien dat als we vonden het al op een manier vreemd en wisten niet wie er allemaal in de expo zaten totdat we onze eerste meeting hadden. Toen we elkaar allemaal waren gekomen zag ik wel dat ik Gino bijvoorbeeld kende, Rahid ken ik ook. En vanuit ons gesprek zagen we allemaal dat we toch met elkaar goed op één lijn kwamen met een connectie. Van kunst. Hij kende me wel al volgens mij van mijn muurschilderij dat ik hier heb gedaan en van een expo dat ik eerder heb gedaan. Maar iedereen werken zijn ook nieuw voor mij en alles is ook spannend. Dus ja. Het is, En wat betekent Infinite Vibrations voor jou? Infinite Vibrations is het heelal. Het is infinite, de hele wereld, onze connecties. Die vibrations, dat is ook van muziek. Van een rang, hoe leven is gecreëerd. En wij creëren allemaal kunstwerken. Of ja, of beeldwerk, of fotografie. En ik vind dat kunst op een manier, het is een creatie. En een creatie dat creëert. En dat is infinite als je het met de juiste energie doet. Dat altijd voor altijd loopt en doorgaat als een cirkel van het leven. En is dat weer terug te zien in je werken? De infinite vibration? Ja, definitief. Mijn werk heb ik dit keer echt gecreëerd van een plek van liefde. Waar ik weer speels ga. Ik was weer speels. Ik voelde meer als kind. Ik heb de kind van mezelf uitgehaald, laat maar zeggen. Ja. Om niet te veel na te denken wanneer je schildert. Om gewoon weer fun te hebben. En de schilder waar ik van hou. En die flow of life en die flow van binnen van mijn energie naar buiten te brengen en in mijn werk te brengen. Ja. Wat vormt toch je grootste inspiratiebron? Ik heb de vrouwelijke figuur gebruikt in mijn werk. Ik hou van vormingen, van golven, van die lijnen. En de natuur komt ook daarvoor in mijn werk, dus met water vooral. En
and they're just the flow of life, vibrations. The vibrations van het zien dat ik is hier. What's the dream? What is the dream? What do you mean as an artist? Yes. As an artist. Om die energie dat je in je werk stopt te kunnen geven aan andere mensen. Dat ze dat kunnen ervaren wat jij hebt ervaren. Dus een gedeelte van jou nemen ze mee eigenlijk. Dat is de droom. Om to make a difference. En met welke verwachting en moeten mensen hier binnenstappen en waarmee moeten ze weer teruggaan? Ik denk dat mensen benieuwd zijn wat het precies inhoudt, ons werk hier. Want we zijn allemaal, we zijn 7, trouwens een hele mooie nummer, want het is een nummer van creatie. Ze moeten niet, ik denk dat ze gewoon niet te veel moeten verwachten. Ze moeten gewoon curious zijn. Ze willen het gevoel van iets spannends zien. En daarna kunnen ze zelf ervaren met het werk van ons allemaal. Want iedereen, we hebben echt een variatie van werk om tentoon te stellen. En hopelijk gaan ze weg met een liefde of iets dat ze ervan hebben gehouden om over te praten. Iets dat een invloed heeft gehad. Allemaal heel mooi gezegd, Roxanne. Heel veel succes. Erg bedankt. Voor de toekomst van Suriname is het belangrijk dat we duurzame ondernemingen opzetten die kunnen concurreren op de internationale markt. Deze ondernemingen moeten ook werkgelegenheid bieden aan onze burgers, ten einde de levensstandaard van ons land te verhogen. Dit zei minister Michael Miskin bij de opening van de tripartiet workshop on creating an enabling environment for sustainable enterprises. Tripartiet partners, de overheid, bedrijfsleven en vakbeweging zijn bijeengekomen op 17 en 18 maart om inzicht te krijgen in de condities die noodzakelijk zijn voor het creëren van duurzame ondernemingen en de rol die wij daarin te vervullen hebben. Het betrof de eerste activiteit die in het kader van het Decent World Country Program voor Suriname wordt uitgevoerd, namelijk de tripartiet workshop on creating an enabling environment for sustainable enterprises. Het Decent Work Country Program is een concept dat door de ILO is geïntroduceerd, waarbij de lidlanden in tripartiet verband hun prioriteit om decent work te realiseren, identificeren en verwerken in een programma dat binnen een bepaalde tijd uitgevoerd moet worden met assistentie van de ILO. Inmiddels is ook Suriname gekomen tot de samenstelling van zo'n programma en op 5 januari 2015 heeft de Surinaamse overheid in deze het ministerie van ATM het Decent Work Country Program voor Suriname getekend met de directeur van de ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, Dr. Giovanni Dicola, en de vertegenwoordigers van de VSB en RAVAXUR. Als eerste prioriteit van het programma is geïdentificeerd het uitvoeren van sociaal, economische en milieugerelateerde programma's, waaronder als actiepunt is opgenomen awareness raising en sensitization for creating of an enabling environment for the promoting of sustainable enterprises. Op 18 maart 2015 ondertekenden de Centrale Bank van Suriname en de People's Bank of China een bilaterale valutaswap overeenkomst inhoudende de beschikbaarstelling van Surinaamse dollar aan de People's Bank of China en Chinese renminbi aan de Centrale Bank van Suriname. De swap-overeenkomst biedt de Centrale Bank van Suriname een totaalbedrag van 1 miljard Chinese yuan en de People's Bank of China een totaalbedrag van ongeveer SRD 520 miljoen, zegt de bank in een persbericht. Het doel van de swap-faciliteit is om nader inhoud te geven aan de bilaterale handel en investeringen ten gunste van de economische ontwikkeling van beide landen
en aan de inspanningen van de centrale banken om regionale financiële stabiliteit te handhaven. De SWEP-overeenkomst is geldig voor 3 jaar en kan met wederzijds goedvinden worden verlengd. De behoefte aan een SWEP-faciliteit is ontstaan uit de snelle toename van de bilaterale handel en investeringen tussen beide landen en werden in Beijing formeel afgesproken in een vergadering tussen de governors van de Centrale Bank van Suriname en de People's Bank of China. Het werd volgens de bank duidelijk dat het afhandelen van transacties tussen beide landen onrendabel is wanneer deze transacties via een valuta van een derde land, zoals de Amerikaanse dollar, plaatsvinden.